Ik ben 12 jaar ME'er in deze stad geweest. Ik heb 19 jaar officier van justitie, ook voor een groot deel in deze stad. Ik heb ook regelmatig in de driehoek gezeten. Ik moet je zeggen, ik vind dit probleem niet zo liggen bij die vuurbulten. Dat is eigenlijk van een soort eeuwige rivaliteit die in deze stad is geweest. Vroeger was het in de hele stad, nu alleen op het strand. Dus wat dat betreft, dat is een beheersingsprobleem. Ik maak me veel meer zorgen over hoe de burgemeester... Hè, als er aan de krant staat dat de burgemeester gelogen heeft... dat is wat Pieter Grimwis zegt. Ja, dat kan niet. Burgemeesters kunnen niet liegen. Dus ik denk daar maak ik me echt veel zorgen over. Ja, en in die zin, kijk, jij laat een beetje in het midden liggen... van of ze wel of niet heeft gelogen. Dat vind jij moeilijk te beoordelen, blijkbaar. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat weten eigenlijk alleen de mensen die daarbij zijn. Maar ja. Mocht het zo zijn dat ze heeft gelogen... dat betekent politieke doodzonde, dan moet ze vertrekken. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat burgemeester Krikke... een enorm populaire burgemeester in de stad is. Dat ze stukken meer benaderbaar is dan de vorige burgemeester. Dat doet ze heel goed. Alleen als ik alle stukken lees en alle tweets lees... dan denk ik dat ze zich wat meer moet laten adviseren door haar adviseurs... wat minder door haar voorlichter... en dat ze gewoon klip en klare taal moet spreken... ook over wat fout is gegaan.